Nummer 2 bij Drum Talent 2013. De winnaar van Hit It in Rode is Robin Kamphuis uit... Meppel. Dat is vlakbij Hit It, is dat, hè? Ja. Ja. Vertel eens, het nummer... Hoe heet het nummer dat jullie gaan meespelen? Taxi City, volgens mij. En wat is daar bijzonder aan? Wat voor soort nummer is dat? Ja, het is een... Een nogal hard nummer. Ja, het is best moeilijk om te oefenen. Want het is echt één brei aan geluiden en dingen. Dus, ja. Een brei aan geluiden en dingen. Hoe zit het? Gaan er ook verschillende maatsoorten komen erin voor? Of wat zijn de moeilijke dingen erin? Ja, de timing. Die vind ik zelf vrij moeilijk. Ik bedoel, ja, je zet vrij snel te vroeg of te laat in. En dat is soms wel moeilijk. Is dit een nummer waar je een beetje je eigen gang mee kan gaan? Of ga je het naspelen zoals het is? Nou, ik probeer het een beetje af te wisselen. Zeg maar. Gewoon zelfgemaakte fills en dingen. Maar de basis is wel ongeveer hetzelfde. Oké, en je drumsolo, is dat iets wat je heel erg strak hebt voorbereid met allemaal vaste dingen? Of ga je een beetje kijken wat er gebeurt? Ja, ik heb gewoon een soort patroon aan grooves en solo's. En het mag wel iets van afwijken, maar... Niet. Ik heb wel zeg maar een bepaald patroon wat ik dan probeer aan te houden. Oké, nou, ik neem aan dat je gaat voor de winst als finalist. Hè. Je kan niet anders, maar wat zou volgens jou de reden zijn dat jij moet winnen? Ja, leeftijd misschien. Ik ben echt wel de jongste, dus ja. Hoe oud ben je? 14. Laatst geworden, 24 okay. augustus. Dus ik ben wel veruit de jongste, dus misschien kan dat meehelpen. Weet ik niet. Oké. Okay. Nou, heel veel succes en vooral ook heel veel plezier. Robin Kamphuis.